heb nu de schroefjes eruit geschroefd. Deze vier schroefjes hier om de grill vast te houden. Gisteren had ik een probleem dat ik de grill er niet uit kreeg, want je kan nergens je vinger tussen doen. Nou had ik me ergens met een cadeautje of zo, had ik dit dingetje gekregen. Dat is een mini zuignapje. En ik dacht, als ik die nou hierop plak, dan komt die er misschien uit. En ja, dat was het geval ook. Ik ga nu even een bastestje doen van de Mackie SRM 450. Ik ga de andere uitzetten, want anders is het te hard, het geluid. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Er zit een blaadje voor de baspoort. En dan gaan we weer. Hij is eraf. Ik zat nu dus te denken dat ik ook gewoon duct tape heb hier zo beneden. Voor kabels vast te plakken. Dus nu gaan we even met duct tape dit blaadje aan de speaker vastmaken. Dat blijft zeker weten wat beter zitten. Het trilt hier helemaal als een gek. Het is best wel hard. Ik ga hem even wat harder zetten. Aan de achterkant. Laat even zien hoe hard hij staat. Hij staat nu op, laat ik zeggen, 11 uur. Hij zit nu precies op 11 uur, net zat hij op 10 uur. En dit is al helemaal gekreukeld hier, het plaatje. Nou, nu is hij nog veel harder, dus ik zet de mast eventjes wat lager. Nou, zoals je ziet, er is een gat in het blaadje gekomen. Ik ben bijna doof. Het was echt super hard. Ik ook hoor. Mijn zusje daar trouwens ook, die daar zit. Zoals je ziet, hij zit heel erg goed vast. En het blaadje is gewoon helemaal gescheurd. Er is in een gat ingekomen. Dus dat was wel een goede woofer excursie, zou ik zeggen. Dan ga ik nu nog een stukje filmen van de woofer met de bas aan. Ik haal het blaadje wel weg, want volgens mij overheerst het geluid van het blaadje nogal hard. En dan hoorde je de bas niet heel erg goed. Maar het blaadje is nu weg. Er zit gewoon echt een gat in. Het is geen geheim dat niemand je plekje krijgt. Schatje, ja, maar alles, alles ben jij. Maar alles, alles ben jij. Je bent van mij en ik wil je nooit meer. Vergeet niet te abonneren op Timmy Gnels 7.0 en DJ Davy. Links allemaal hieronder in de beschrijving. Die was nog niet aan het klippen, het kliplampje achterop. Dus dat is mooi. Deze speakers kunnen echt enorm knallen. Dat heb ik nu zeker wel gehoord. Echt een super dikke bastest net op mijn woofer hier zo. Op mijn woofer, what the fuck. Echt een super dikke bastest net. Hè? Kut ding. Ik hoef geen foto te maken. Echt een super dikke bastest net op mijn Mackie SRM 450. Met een blaadje ervoor. Er is inmiddels een gat in dit blaadje gekomen. En hij is helemaal gekreukeld. Dit komt allemaal op YouTube. Stay tuned. Dit kreeg ik niet wel goed. Stay tuned. Godverdomme. Nou moet ik deze wel uploaden. Echt? Ik heb deze in één keer gedaan. Echt? Tom dat je daar nog niet bent praten. Super dikke bastest net op mijn Mackie SRM 450. Met een... Doe overnieuw. Oké, klaar voor? Ja.
Nou doet hij het niet. Echt een super dikke bastest net. Bastest? Bastest. Echt een super dikke bastest net op mijn Mackie SRM450 met dit blaadje ervoor. Er zit nu inmiddels een gat in. Waarom ik zo daardoor zie op YouTube, dus stay tuned. Ja, kijk op YouTube. Ja. Nou, die zet ik maar op YouTube. Op YouTube, Instagram. Moet je ook mijn geluid niet? Godver, heeft hij nou wel geluid opgenomen? Hoop het wel. Hoezo ik nou weer geen geluid? Nog een keer. Echt een fleur. Moet dat nou, dat geluid? Echt een super dikke bastest net op mijn Mackie speaker. Met het blijf kijken. Tot snel. Hopelijk heeft dat geluid wel genomen. Yes! Is dat wel een woord, oorverdovend hart? Ja. Super dikke bastest. Oh, dit staat te filmen. Oh. Ik ben maar eens wat gaan eten. Want het is nu ondertussen al 10:50. Mijn oren doen een beetje pijn. Het was nogal hard. En check even mijn Instagram. Ik heb daar heel erg veel filmpjes op geüpload. Maar ik eet nu voor het eerst wat. Vandaag. Bedankt voor het kijken. En ik hoop dat je hebt genoten van deze kerstspecial. Tot de volgende keer.